Vanuit het Hilton in Amsterdam is dit de voorjaars zomercollectie van Sheila de Vries. Heftig, hè? Ook zo op de zaterdagmiddag. Gisteravond een leuk feestje gehad, dus vanochtend even wakker worden. Maar laten we eerlijk zijn, Sheila begrijpt het helemaal, van 300%. Vrouwvriendelijk, mooi, elegant, geweldige kleuren. Ik ben wel erg enthousiast hoor. Ja, zij zorgt wel even dat ze het staartje van de modewereld op een fantastische manier afsluit. Jouw cijfer voor vandaag? Ik geef Sheila gewoon eens lekker een keer een 10. Zo royaal ben je nog nooit geweest. Dat bedoel ik. Ik vond het een bijzondere, mooie show. Heel kleurrijk vooral. En aangezien wij met ons tweeën binnenkort naar richting Caribbean gaan. Denk ik het enthousiasme met mijn echtgenoten ook groot op wat ze te zien kreeg. Het was heel kleurrijk, zwierig. Ja, zeer fantasievol moet ik zeggen. Hoe heb je deze show ervaren? Nou, heel anders. Leuk, heel anders. Maar Sheila is heel anders natuurlijk. Sheila is een vrouw. En je ziet heel duidelijk dat een vrouw anders ontwerpt dan een man. Ja. Maar ik vond het heel vrouwelijk. Ik ben gek op die organza stoffen. Ik vind een vrouw, ik hou van hele vrouwelijke vrouwen. En als je die zo vlinderend door het leven ziet gaan, dat is een lust voor het oog. Ik heb weer genoten. Het was mooi. Het was, ik denk dat als alle dames deze mode gaan dragen, dat het een hele vrolijke zomer wordt. Het is altijd een groot feest om voor Sheila de shows te mogen organiseren. Behalve het feit dat het ontzettend leuk is om naar al die prachtige kledingstukken te kijken die zo frivol zijn. En zoals Sheila zegt, vooral sexy. En dat was zeker met deze show het geval. Hebben we achter, backstage, altijd ontzettend veel plezier. De stoffen zijn heel bijzonder, vond ik. Vooral de kantenmaterialen, die hebben mij bijzonder aangesproken. Daarnaast heeft Sheila ook heel veel gebruik gemaakt van mooie zijden materialen die met de hand beschilderd waren. En daardoor heel erg vrij, vrolijk en licht overkwamen. En een van de redenen waarom wij daar een blower bij gezet hebben, is om die materialen heel goed tot hun recht te laten komen. Waar heb je de inspiratie vandaan gehaald?
Nou, dat heeft Anouk allemaal al verteld. Hè? De Secret Garden, zoals je ziet, al die prachtige bloemen die hier allemaal zijn. En ja, de hele tuinachtige sferen vond ik heel heerlijk om me daar voor het voorjaar in te gooien. In de stoffen, luchtigheid, vrouwelijkheid en very sexy clothes. Shaila, het is natuurlijk ook altijd een verrassend moment als je zoon de catwalk bestijgt. Ja, dat is zo leuk. Dat kan ik je niet zeggen hoe leuk dat is. De eerste keer was het echt kicken. En mijn vriendinnen, die zaten in de zaal, die kregen er tranen bij in hun ogen. Omdat het, ja, het is je kind en ineens loopt hij daar. Maar hij is nu part of the deal. Hij zit er nu middenin en dat blijft ook zo. Bovendien is het een enorm stuk. Ja, ik bedoel, jeetje, het is mijn mooiste creatie, ja, hoor. Maar hij is ook heel lief, hoor, gelukkig. Heel lief. Dit was Catwalk TV bij Shaila de Vries. Tot de volgende keer.